Hey mensen van Natura's Gaming, en de vorige keer zei ik hallo mensen van Natura's Gaming, maar ik wil gewoon elke keer... Oh kut. Of iets anders. Maar vandaag spelen we GTA Vice City. Niet Vice City Stories, maar de normale is de derde keer dat ik het zeg. Denk ik, want het is het vierde part en ik zei het dit keer niet. Maar dat maakt niet uit. Hoop dat eruit. Tenminste, ik heb toen net even de part geluisterd van de vorige keer. En er zat ruis in. Er zit ruis in. Nou ja, er zit. Er zat niet, want als je het nu luistert, zit dat er nog steeds in. Maakt niet uit. Maar er zit nog ruis in. Maar het is een heel stuk minder geworden. En dat, tenminste, zo'n gevoel heb ik. En het kan ook aan mijn oren liggen dat ik die heb opgeblazen. Wat waarschijnlijk het wel is. Maar oké. Ik ben naar de kapper geweest. Woehoe. Yeah. Ja, ik had eerst van dat lange haar. Nou ja, niet super lang haar. Maar. Voor mij lang, want ik heb altijd een kort haar gehad en ja nu opeens kort haar en F. Nee, kut! Ik gewoon de body armor kopen. Enter. Oh, oké. Okay. Nee, okay, dan weet ik nu wat het is. En dan F om weg te gaan. Ah. Maar, vorige keer hebben we zo'n missie gedaan en toen moesten we iets doen en dat weet ik niet meer. Maar we gaan gewoon verder met GTA Vice City op Natura's Gaming. En ik ga hoogstwaarschijnlijk nu twee keer per week uploaden, want anders duurt het veel te lang. Ja. Dus, dit is voor deze week en dan stuur ik maandag wat voor jullie vast. Dinsdag is of zo, stuur ik er weer een in en dan... ja, dan komen twee parts per week. En daardoor kunnen wij sneller door het spel heen. En dat is mooi, want dan kan ik ook nog eens een ander spel gaan spelen van Natura's Gaming. En ik zit eraan te denken om misschien Sniper V2 te doen. Maar ik weet niet of mijn laptop dat aan kan. Want ja, zoals jullie weten, misschien... Ik weet niet zeker. Suk mijn laptop. Mijn laptop zuigt. En... Dat is niet leuk. Nee. Het is niet de beste laptop die je kan hebben. Laten we daarop houden. Het is een kut laptop. Ja, het is helemaal geen gaming laptop. Het is eigenlijk om voor werk. Oh nee. What the fuck is Andy? You American idiot, they followed you here. Oh, uitleg graag. Wie de fuck zijn hun? Oké, ik ga gewoon. I'm confused. Fransen in Amerika. Ik haat Frans. Dus ik ga hem doden. Ik moet hem ook doden trouwens, maar maakt niet uit, maakt niet uit. Ploft die straks? Boom. Boom. Grab the chips. Chips. Het staat chips, maar ik vind het uit chips. Want chips is lekker. Als je niet chips lekker vindt, dan moet je je nu zelf gaan slaan. Ja. Want ik heb geen vraag voor vandaag. De vraag van vandaag. Wat is de vraag van vandaag? Of overmorgen, kan ook. Of. De vraag van vandaag. I don't know. Ik heb werkelijk geen idee. Nee, misschien kom ik er nog op. Maar dat weet ik niet zeker. Maar we hebben nu één missie gedaan. En. Oh. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we gelijk hier weer een missie starten. De Gurdanian Angels. Dat is een leuke naam, zeg. Fire Power 4 at your multi-torious pop-hawk. Oh, deze missie. Die komt wel goed uit, want die vorige missie was nou, vrij kort, heb ik het gevoel. En dit is een wat langere missie. Veel langere missie. En hij is pittig vervelend. Blaas weer in de mic en dat moet ik niet doen. Ik moet niet in de microfoon blazen, want dan hoor je dat kutgeluid. En dat moet ik niet doen.
Nee, dat is in de microfoon ademen. En dat moet je ook niet doen. Behalve als je het effect wilt. Maar anders moet je dat niet doen. Net als spugen erin. Wat ik wel vroeger steeds... Nou ja, vroeger, de eerste tijd van mijn commentaar is niet in deze microfoon, maar in een andere microfoon. En dan kon je de helft van de commentaar niet verstaan omdat er spugen zat. En dan kwam ik dat pas na de commentaar achter, weet je. Dan moest je hem weer helemaal opnieuw doen. En dat is ook pittig vervelend. Dan kan ik dit ook gewoon overslaan. Oh, oké, okay, mooi. Ik heb nog steeds dat golfpakje aan. Vivo 105. Ik ben niet aan het opletten. Alweer niet. En ik was even stil. Maar dat kwam door het filmpje. Ja, ja, dat kwam door het filmpje hoor. Niet door mij. Nee. Nee, ik kwam door het filmpje. Want ja, het filmpje dat ging helemaal vervelend doen en zo. En toen zei hij, Jeffrey, hou je bek. En toen dacht ik, oké. Toen voelde ik mij gediscrimineerd en zo. Dus ik haalde mijn bek. Nee, echt waar hoor. Oké. Ik hou op. Ik ben niet grappig. Die gast is dik. Maar hij wil mensen met snor in dienst. Eentje tenminste. Kan ik dit niet gewoon overslaan? Ja, you take the balcony. Met je blokkerige handen die ik ook heb. Iedereen heeft hier van die handen die al dicht staan eigenlijk. Vind ik wel knap. Oh, dit is richt. Oké. Okay. Dit is pittig kut. Ik ga alvast crouchen, zei ik. Hey, jij hoort die pittig niet te zijn, jongen. En jij ook niet. Jij ook niet. Dit is een gang of zo van het vorige... Volgende. Het is nog maar het eerste eiland. Van het volgende eiland. En die hebben altijd... Die daar op de dood op de grond liggen. Hebben altijd met ruzie met die. En daarom willen ze... Dat ding pakken of zo. Ik weet niet eens wat ze hebben. Maar oké, maakt ook niet helemaal niks uit. Maakt ook helemaal niet uit, want... Ik moet gewoon schieten. En schieten is altijd leuk. Behalve als schieten niet leuk is, dan is het niet leuk. Wauw, stoer hoor. Op de crossmotor. Waarom hoorde ik een sniperschot en wie heeft er een sniper? Ja, ja, man, doe eens rustig. Ik pak het heus al voor je, maar je moet gewoon eens even lekker relaxed doen, man. Ik haal heus die dingen wel voor je terug. Wat er ook mee mag zitten. Tada! Nou, was dat nou zo moeilijk? Zie je, die mensen lijken erop. Die lijken erop. Maar, stiekem zijn dat ze niet. Nee. En je hebt ook zwervers. Die liep daar, maar die lopen soms ook gewoon door het centrum heen. En door het winkelcentrum heen. Het is een vaag spel. Maar het is wel een heel leuk spel. Oh, kak. Nou, dan gaan we in dat rondje staan. Piemelhoofd. Ja, dag Piemelhoofd. Waarom zeg ik gay? Hij is niet gay. Het is een guy, niet gay. En dan gaan jullie allemaal in de comments laten. Hey Jeffrey. Gay is met G-A-U. Of guy betekent gast of vent of ding. En gay is G-A-Y. Ja, dat weet ik ook wel. Ik zei het de eerste keer verkeerd en dat is... Nou, de allereerste keer was expres, maar de tweede keer niet. Want ja, ik val gewoon de spellen. Oké, en ik kon het vuur uit mijn uitlaten. Vind je dat niet cool? Nou, gaan we netjes inparkeren natuurlijk. Oh, oh.
Oh. Tja. Nou, en dan gaat het telefoon weer. Links, rechts, van voren, achter, links, rechts. We gaan een rondje draaien. Links, rechts, een rondje draaien. Links, rechts, voor, achter, links, rechts. Even gaan een rondje draaien. Oh, jij voelt je echt stoer, hè? Zo van, yo, Matty, kijk naar mij nou. Kijk hier. Oh, kut. Oké, maar we gaan eerst even. Ik zou jullie eerst. Je woont hier, zeg maar, een soort van. Maar je hebt dus ook een eigen kamer. Wauw! Dus als je in het echte arm bent om een kamer te kopen, kan je toch een soort van een kamer hebben. Zie, deze deur kan niet open. Wat eigenlijk nergens op slaat, want het is je eigen huis. Kamer. En dit slaat ook nergens op. Maar dit is die gast van GTA... Als je goed kijkt, is dit die gast van GTA 3. Dan moet je echt heel goed kijken. Heel goed. En zo zijn nog wel wat easter eggs hier. Hier bijvoorbeeld Vice City, maar dat is de Titanic. Lol. En nou ja, hier komen dus... Dus hoe verder je in het spel komt, hoe meer easter eggs er komen. Ligt dat op de tafel? Porno? Nee, toch? Oh nee, jammer. Maar ik ga opslaan, want ik denk dat ik alweer rond de... Nou, misschien wat te lang heb opgenomen. Maar dat maakt niet uit, want dan is het een keer een langere paard. En dan zeg ik van een lang paard en dan is het een speciaal paard. Ja, kopie. Hey mensen van Natura's Gaming, dit was GTA Vice City. Niet de stories, de normale. Dat is ongeveer de vijfde keer dat ik dat zeg. Maar mensen, ik zie je later. Dag.